Vandaag ga ik aan de slag met Assetto Corsa Competizione. En voordat ik dat ga doen, wil ik even een hele dikke shout-out doen naar DJ Alves, mijn Belgische vriend. Dankjewel, hij heeft mij deze game gegeven. En dus moet ik hem natuurlijk ook gaan checken. Ik ben een simliefhebber, hij is een simliefhebber. Dus we gaan zeker nog wat online races rijden. Maar vandaag gaan we voor het eerst even in die game duiken. En dat doen we op het circuit Monza. En waarom Monza? Omdat ik in september naar Monza ga, naar de Formule 1. En natuurlijk, als we op Monza rijden, dan doen we dat ook in een Ferrari. De Ferrari 488 GT3 wagen. Want Assetto Corsa Competizione die heeft een GT3 licentie. Namelijk de Blancpain licentie. En daardoor zitten er 10 officiële circuits in. 18 officiële auto's van het 2018 en 2019 seizoen. Wij gaan nu naar Monza. En dan gaan we even een mooi rondje rijden. Wat ik zei, een roller start. Ben ik zelf nooit zo'n fan van, maar. We zullen het er maar mee moeten doen. Ja, daar gaan we. Low tire pressure, stay away from curbs. Banden zijn nog koud. Lange remweg, weinig grip. Moet voorzichtig aan doen, dus. En daar gaan we. Hele goede start. Oh, hier kunnen we niet langs. Kijken of we hier tussenin kunnen kruipen. We've got some light damage on the front. We gaan voor het podium vandaag. Het geluid van deze auto's is fantastisch, jongens. Iets bij me weg om het zo goed te kunnen maken. Ik vond het zelf nog wel een beetje gewaagd. Maar no guts, no glory, toch? Assetto Corsa heeft helaas, doordat ze een officiële licentie hebben, ook maar 10 circuits in deze game. 18 auto's, waarvan er een paar al dubbel zijn. Als een dubbel, dan moet je het zo zien zoals de jouwe. Wauw. De 2018 versie en de 2019 versie. Je mag hier wel een penalty voor geven, hoor. Ongelooflijk.
Maar kijken of we wat goed kunnen maken. Oppassen met de curbs dus. Curbs zijn echt verraderlijk in deze game. Hele goede feedback terug vanuit het stuur. Altijd wel heel erg belangrijk bij dit soort games. Mij betreft onmogelijk om goed te kunnen spelen anders. We zijn weer op de plek waar ik was voordat ik er werd afgekegeld. Snelste ronde. Voor wat het waard is. We hebben onze aansluiting weer gevonden in ieder geval. Even kijken of we bij de volgende bocht een mooie inhaalmanoeuvre kunnen plaatsen. Ik kan het hier al, ja dus. Ik probeer echt die fucking curve daar te vermijden. Want je auto gaat de lucht in en je bent hem kwijt. Ik wil toch meer dan dit, jongens. Er zijn zeker kansen. Daar was ik hem bijna kwijt. Ik probeer iets agressiever te rijden namelijk. Assetto Corsa is afgestapt van een eigen in-house engine. Overstap op een Unreal 4 engine. Ik moet zeggen, de game ziet er werkelijk fantastisch uit hoor. Oké, kom op. Nieuwe plaatsen goed maken. Nieuwe snelste ronde. Ach, kom op man. Dat is wel een ding van deze game. Hij is al 8 maanden uit Early Access. Hij heeft zeker nog een aantal issues. Eén daarvan is AI. En je ziet hoe onnodig ik daar elke keer gebruikt word. Ik zit al vlak op mijn voorstander. Letterlijk kan ik die sneller. Plek 4, podium is in zicht. Dat is ook wat we wilden. Geen fijne bocht. Geef niet. Ik moet wel zeggen, Kunos heeft weer een hele fijne game afgeleverd hoor. Nee! Oh, wat zei ik nog? Oh mijn god, wat zei ik nou nog? Niet die keur pakken. En wat doe ik? Oh jongens, ik was op weg naar de overwinning. Ik weet het zeker. Godverdomme. Dramatisch. Oeh, wat baal ik hiervan man. Kans verkeken. Ja, dit gaan we niet meer voor maken. Oh, we zaten er dichtbij, jongens. Gadverdamme. Man.
Hier ben ik wel even ziek van, hè? Oh, podiumplek kwijt. Fuck! Wat zonde! Wat onnodig ook! Rij je nog voor spek en bonen? Ja, dan ga je fouten maken. Je moet dan forceren dan. Dan ga je fouten maken. Doodzonde. Heel verraderlijk deze pakketjes. Hier pakte ik hem wel. Ja. Ik ben het helemaal kwijt, jongens. Een aantal keren de snelste ronde natuurlijk. Doet er niet meer toe. Dit moet haast wel de laatste ronde zijn. Hij is zo dichtbij, maar toch zo ver weg. We hebben wat damage, maar het heeft volgens mij geen invloed op onze performance. Hij is dichtbij, jongens. Fuck! Ik denk ik probeer wat risico, maar... Nee, nu rijdt hij bij me weg. Ik heb nog één kans. Ja. Moet je niet vergeten het schakelen, Koos. What the fuck? Dat was hem, jongens. Derde plek. Had absoluut veel meer in gezeten. Erg jammer. Maar oké, dat doet er niet toe. Ik hoor van best wel wat veel mensen dat ze toch redelijk wat bugs ervaren in deze game. Ik ben het zelf nog niet heel erg tegengekomen. Ze zeggen dat de release 29 mei een beetje gerust is. Ik zou niet weten waarom ze daarvoor hebben gekozen, maar Allah, het is wat het is. Wat ik zei, deze game heeft een officiële licentie, een GT3 licentie van de Blanc Pair series. Alle auto's zitten erin, van 2018 en 2019 als ik me niet vergis. Dat zijn dus 18 auto's in totaal, 10 verschillende circuits. En ik moet zeggen, het rijdt heerlijk weg. Er zit natuurlijk een groot minpunt aan. Ten opzichte van de vorige Assetto Corsa, die ook op een andere engine draaide, zijn hier absoluut nog helemaal geen mods voor. Of mod support gaat komen, dat weet ik niet. Is volgens mij ook nog niet helemaal duidelijk. We gaan het zien. In de tussentijd vermaak ik me prima met de 10 circuits die er zijn. En natuurlijk
hebben we ook Formule 1 2019, die inmiddels ja, bijna uit is. 25 juni komt de Legends Edition en 29 juni kan de rest ermee aan de slag. Dus er valt voorlopig nog genoeg te racen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Porsche Cars 2 natuurlijk, wat ook een van de vetste games is op dit moment. GT Sport, dat ik ook weer wil op gaan pikken. Dus wat betreft simracers of circuitracers hebben we absoluut niks te klagen in 2019. En ik ben dan ook heel blij dat Kunos met Assetto Corsa Competizione is gekomen. En dan ga ik hier mijn auto parkeren. En dan laten we het hierbij. Jongens, bedankt voor het kijken en ik check jullie de volgende keer. Later!